Satudara betekent in het Nederlands één bloed. Wij zijn broeders van verschillende moeders. Die broederschap is sterk gemaakt door loyalty, love en respect. Dus give respect to get respect. Mijn moeilijk zijn is mijn wezen, mijn trots, mijn identiteit. Hoe je bent, hoe je eruit ziet, wat je van binnen voelt. Ik ben Molukker. Ik ben en ik blijf Molukker. Bipa Ana Maluku. In 1990, 15 mei op de Patimoeradag, om precies te zijn, zijn wij met z'n negenen hier in dat gebouw hier tegenover waar ik woon, zijn we bij elkaar gekomen om eigenlijk met de bedoeling een Molukse motorclub op te richten. Voor één veer staat één oprichter. Ik ben de achtste veertje. En de logo die heb ik gemaakt op basis van mijn eigen profiel, mijn gezicht. De rode middenlijn, dat is het bloed van de Alifuru, dat zijn wij. En het bloed van motorrijden, broederbloed. De hoofdtooi, dus die band, dat zijn die negen pijlpunten. Dat is de Satudara-vlag. En die dons van de vlag, dat is de zuiverheid, de puurheid. En plat te zeggen, in de club mag je niet liggen. Je moet puur blijven. En ondanks dat wij gegroeid waren, zijn er individuen die het verpesten dat wij verboden werden in 2018. En ondanks het verbod heb ik de logo weten te behouden. Waarom? Omdat het mijn identiteit is. De club draagt mijn gezicht. Want ik heb tegen de rechter gezegd, als het verboden wordt, moet ik een burka dragen. En ik ben geen moslim. En de burka is verboden in Nederland. Dus, u zegt het maar. En sindsdien ben ik de enige in Nederland die met de logo rondrijdt. Door die individuen, zijn die mensen die echt club zijn, de diehards, de echte, waaronder ik ben, die zijn daar ook nu de dupe van. Die kunnen niet meer hun eigen zijn in een jasje op de boter. En dat vind ik zo spijtig. Kijk, de jaren 70 is een hectische periode met ook politieke gebeurtenissen. En dan ben je als tweede generatie ben je daarin betrokken. Zelfs ook in politieke gebeurtenissen, met die treinkapingen. Ik heb zelfs één kameraad begraven van de treinkaping van Bijlen. Een internaat op Valkenheide in de Maarsbergen. Ik zat daarvoor moeilijk opvoedbare jongeren. En op mijn verjaardag werd mij een sigaretje aangeboden. Maar dat sigaretje bleek zwart te worden. Maar ik wist niet dat het een ploffie was. Nou, een ploffie is een sigaret met drugs erin. En zodoende vond je het lekker doordat je eraan verslaafd raakt zonder dat je het weet. Toen die tijd voordat ik Jeroen ontmoette en dat belletje kreeg van Chinkipala, dat is een moeilijk blad, was ik nog zwaar aan het snuiven, blowen, drinken, ecstasypillen, misdaden begaan en noem maar op. En ik heb ook goede steun gehad van mijn vriendin Saskia Brink uit Wormerveer. Die heeft mij geholpen met wat ik eigenlijk wou doen. Dus wat houdt dat in? Ik ben gelijk gestopt, acuut, echt acuut, met drinken, blowen, snuiven en pillen slikken. Zonder ziek te zijn, zonder delirium. Ja, is echt zo. Ben ik aan mijn boek begonnen met Jeroen. Want ik wil mijn boek echt nuchter beschrijven. Ik wil mijn persoon nuchter beschrijven. Ik wil de Molukse geschiedenis nuchter beschrijven. Ik wil Satudara nuchter beschrijven. Als ik erop terugkijk in mijn kindertijd, had ik altijd de droom dat ik in een film speelde. Of een boek schrijf of iets wat mij bekend maakt. Maar ja, nu is het achteraf dan. Ik zeg zo, dit is allemaal aan het gebeuren. Dus ik stimuleer de jeugd. Ik wil niet dat de jeugd net als ons waren, drugs gebruiken. Bias, niet naar onze moeders luisteren. Dat moet je niet doen. Want waarom? Want straks krijg je ook kinderen. Stel eens voor dat je ook hoofdpijn krijgt van jouw eigen kinderen. En dat wil ik allemaal voorkomen. Dus wat ik mijn ouders heb aangedaan, hoofdpijn bezorgen, dat wil ik nu voorkomen. En dat is ook eigenlijk een klein stukje boodschap in mijn boek ook. Heb respect voor je ouders.